Hey mensen, welkom in mijn nieuwe video. Vandaag wil ik even over hebben dat ik anders ga doen met mijn YouTube kanaal. Ik ga een Engels versie gewoon maken, klaar. Ik kan zeggen wat je wilt, maar ik maak een Engelse versie. Want waarom? 1. Ik zie veel mensen dat ze ook volgen, dat ze Engels zijn. En de tweede... Je kunt ook mijn andere vriendskanaal opzoeken. Iceman 073, die is weer Nederlands. Ik ga gewoon met de Engelsen beginnen, want er zijn meer Engelse mensen die eigenlijk mij volgen dan echt Nederlanders. Anders, nee, ik ga gewoon met Engels beginnen. Ik ben er heel goed in. Dus eigenlijk heb je twee kanalen, kun je als je in Engels niet bestaat, kun je beter weer Iceman 073 volgen dan mij. Er kunnen alle mensen die meer in Engels, bedoel Nederlands, niet bestaan. Maar ja, die Nederlands niet kunnen bestaan, wel Engels kunnen. Dan moeten ze mij volgen dat ze Engels kunnen. Dus ik wil eigenlijk dat even zeggen. Snel, daarom heb ik een paar video's gekomen. Want ik ga helemaal opnieuw starten met je YouTube video. En wat er even leuk is, als er een haatreactie komt van, nee, je moet toch Nederland doen ofzo. Ja, ik hou niet echt van haatreacties, maar in ieder geval, ik reageer daar gewoon niet meer op en dan laat ik jullie gewoon school met rust. Jullie kunnen jullie mening en reacties laten weten, maar het wordt gewoon een Engelse YouTube kanaal. En dan kunnen jullie anders gewoon Iceman 073 supporten. In de beschrijving staat hoe je zijn naam schrijft en ik wil dat even met jullie delen dat ik... Zo met mijn YouTube kanaal gaan doen. Het wordt gewoon een Engels versie wordt klaar. Punt uit. Amen. En voor de rest op haatreacties reageer ik niet meer van jullie. Over het ook Nederlands moet praten. Doe ik niet meer. Ik ga gewoon met Engels beginnen verder. En wil ik nog even zeggen. Als je het helemaal hebt gekeken. Dank u wel even voor het kijken. Dit is de laatste Nederlands video die ik heb gemaakt. Fijne dag nog. Doei.